Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, de heer Van Dissel heeft een aantal modellen laten zien, waarin wordt laten zien wat er zou gebeuren in allerlei verschillende scenario's. Van het scenario dat er geen versoepelingen plaatsvinden, totdat we juist weer naar een veel zwaardere lockdown gaan. Maar het scenario dat daar niet bij zat, is wat ik maar even voor het gemak het FVD-scenario noem. En daarom ben ik heel benieuwd, wat zouden de gevolgen zijn voor de volksgezondheid, in de meest brede zin van het woord, na de verwachting van de heer Van Dissel, als we de lockdown afschaffen, het coronatoegangsbewijs afschaffen, de mondkapjesverplichting afschaffen en weer normaal met elkaar uit eten kunnen, naar de bioscoop, naar het theater, weer een normaal, plezierig, sociaal leven gaan leiden met elkaar. Meneer Van Dissel. Ja, dus u verwijst eigenlijk naar een scenario wat momenteel misschien nog niet, althans door ons, realistisch wordt gevonden. Hè? Hoe gewenst misschien ook voor de duidelijkheid, want daarin ga ik helemaal met u mee. Ja, kijk, eigenlijk is dat een scenario wat dus dan nog meer besmettingen zou geven als het scenario van teruggaan naar de 5-tot-5 sluiting, hè, waarbij we overdag open zijn. U voegt daar dan in uw zeg maar wensscenario ook nog toe dat het 's avonds open is, dat er in wezen geen beperkingen meer zijn. Ja, dan verwachten we een aantal besmettingen wat ruim overstijgt het aantal wat ik u heb laten zien met alleen de avondlockdown natuurlijk, want het is veel meer vrij. En ja, dat geeft zo'n in de huidige modellering zo'n toename van besmettingen buiten en druk binnen de ziekenhuizen. Dat ik dat hier niet gepresenteerd heb, omdat dat gewoon buiten de schalen valt. U ziet het overigens op een van die eerdere lijnen weergegeven. Als ik tijd heb om het heel even op te zoeken wellicht. Maar het staat namelijk wel in de scenario's weergegeven die alleen maar de korte termijn doen. Dus bijvoorbeeld op pagina 35 en 36 ziet u een groene en een blauwe lijn omhoog schieten. En dat zijn in wezen meer de scenario's waarnaar u verwijst. En geen lockdown staat er bijvoorbeeld als mogelijkheid. En dat betekent dus totaal geen maatregelen. Dus dat is de blauwe lijn. En dan ziet u dat in de projecties meteen buiten de assen van de grafiek vallen. Dank u wel. Meneer Van Meijer, tweede vraag. Ja, graag heel even hierop voortborduren. Dat gaat dus over de ziekenhuisopnames en bedbezetting. Volgens de modellen waarvan de heer Van Dissel eerder vandaag zei dat die gebaseerd zijn op aannames die doorgaans veel te pessimistisch lijken. En ik vroeg heel bewust naar de effecten op de volksgezondheid in de brede zin van het woord. Dus ook de effecten op de natuurlijke immuniteit en de versterkte immuniteit, doordat we weer juist meer sociale contacten hebben. En wat ik heel fijn zou vinden is als de heer Van Dissel ook ingaat op de landen waar ze dit model hanteren. Daar worden alle maatregelen afgeschaft. Bijvoorbeeld gisteren werd in Engeland aangekondigd. Verwacht u daar dan ook die enorme doemscenario's? Of houdt u er rekening mee dat uw modellen ook hier helemaal niet kloppen? Omdat we die doemscenario's in de praktijk nergens zien gebeuren in al die landen waar alle maatregelen nu worden afgeschaft. Dank u wel, meneer Van Dissel. Ja, dat zijn wel een paar vragen door elkaar. Hè? Want kijk, in Engeland heeft men natuurlijk een heleboel maatregelen gehad. En heeft men infecties gehad. Hè? Als je bijvoorbeeld naar zoiets als, u verwijst naar volksgezondheid, als je naar de sterfte kijkt, is die in Engeland natuurlijk vele, vele, vele malen hoger dan die wij hebben gezien. En dat komt omdat ze het ook meer hebben laten rondgaan. Dus alles komt met een prijs. Op een gegeven moment heb je zoveel natuurlijke infecties gehad en zoveel vaccinaties en boosters, want daar loopt Engeland natuurlijk ook op in voorop, dat je inderdaad in een fase komt dat ook die Omicron begint af te nemen. En we zullen zien of met het verder stoppen van maatregelen dat vervolgens verder daalt. Want die Omicron geeft natuurlijk ook infecties en die infecties geven ook weer immuniteit. En als die in mindere mate leiden tot ziekenhuisopnames, dat is eigenlijk, denk ik, waar u ook naar verwijst, dan is dat misschien best te prefereren boven langdurig maatregelen houden. Kijk, die filosofie die hebben wij ook, hè? Want u heeft ook kunnen zien dat ik zeg, uitstel is geen afstel. Dus als je op een gegeven moment een lockdown moet doen, dan weet je wel dat je een periode veilig maakt. Maar het effect is ook dat die bulk die je daarmee voor je uitduwt, die komt gewoon. Het is een boeggolf die je nog moet nemen. Alleen de vraag is, wil ik die nemen zonder enige maatregelen, met het risico dat de ziekenhuizen ook de gewone zorg
ook met consequenties voor de volksgezondheid en de individuele gezondheid. Of dat dan zich allemaal laat gebeuren. Dat is uiteindelijk een politieke keuze. Dus als je het OMT de opdracht geeft om te sturen op zorg en zorgcapaciteit, hè, dan doen we dat ook. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je tegelijkertijd wel voor de hele bevolking garandeert dat er ook bedden zijn en dat je ook IC-bedden hebt om dat aan te kunnen. Dus het zijn altijd keuzes die zich vertalen naar modellen. En nogmaals, het model is prima, want u suggereert dat het Engelse model anders is dan het onze. Dat was het helemaal niet. Als u het model van New Ferguson opzoekt van een week of 4 geleden, schat ik, ziet u precies dezelfde modellen als die wij hadden. Ze komen met een ander model tot dezelfde uitkomsten. Alleen ook daar is het uiteindelijk gunstiger gebleken dan de initiële aannames. Die waren van het is net zoals Delta. Ook daar hebben ze het model bijgesteld en dat is precies hetzelfde als wat wij doen.